Goedemorgen, mijn naam is Alike. Het is vandaag 18 juli en tijd voor een rondje door de tuin. Kom maar mee. En we beginnen weer bij de kas. Nou, de kas barst van het leven. Vond ik dat vorige maand de planten flink gegroeid waren. Volgens mij zijn ze in de afgelopen maand verdubbeld in groei. Ik heb ze getopt, want ze komen zo'n beetje tot het dak. Sommige planten komen tot het dak. Er zitten ook al heel wat tomaten aan. Vooral de kersttomaatjes en de dadeltomaatjes hebben mooie tomaten eraan. Dit zijn dadeltomaten. En daar zie je kersttomaatjes. Dat zijn chocolate cherries. Dus die worden een beetje blauwig. Een beetje donker van kleur. Hele mooie tomaatjes om te zien. Nou, de groei gaat goed. De vleestomaten vind ik wel heel bijzonder om te zien. Ik heb, zoals ik eerder zei, tomaten in de kas en tomaten buiten. Nou, dit zijn de tomaten in de kas. Dit zijn de bennenrozen. En hier heb ik wat. De planten zien er in principe heel gezond uit. Maar als ik ze dan vergelijk, als ik ze vergelijk met de planten buiten, zien die van buiten er toch mooier uit. Maar daar komen we zo meteen wel op. De komkommerplanten, of nou ja, de kajoot en de komkommerplant doen het ook goed. De komkommerplant heeft zijn eerste komkommer. Ik denk dat we die morgen kunnen eten. Joepie. Maar de kajoot heeft nog steeds geen bloemen. Ik weet eigenlijk niet wat de reden daarvoor is. Ik zal eens even opzoeken wanneer die zou gaan bloeien en hoe. Qua groei is hij al goed hoog, al tot het dak. Ja, maar alleen groei is natuurlijk niet de bedoeling. We willen bloemen en vruchten zien. Dus eens even uitzoeken waar dat aan kan liggen. En hier hebben we dan de buitentomaten. En deze zien er ook nog steeds super gezond uit. Het afdakje doet heel goed zijn best. Of heel goed zijn werk. Maar als je kijkt naar hoeveel vruchten hier aan zitten. En hoe vol en hoe groot dat die vruchten al zijn. Is dat toch echt wel een heel groot verschil met de tomaten in de kas. En dan kan ik dat deels wel verklaren. Want deze tomaten staan natuurlijk buiten. En de wind beweegt ze, waardoor de bestuiving een stuk beter is. En in de kas beweeg ik de planten zelf handmatig. 1 keer per dag. Maar 1 keer per dag is natuurlijk heel wat minder dan de hele dag bewogen worden door de wind. Maar verder, de temperaturen van de afgelopen weken zijn nog niet zo hoog geweest dat ik zou zeggen dat tomaten het daar nou extra goed op doen. En dan zou ik denken dat tomaten in de kas het beter zouden doen, maar toch is dat niet zo. Ik geef ze eigenlijk evenveel water. Nou ja, nee, dat is niet waar. Deze krijgen minder water dan de planten in de kas. Dus ja, waar het nou precies aan ligt. Ja, lichtinval misschien. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Want de planten in de kast staan onder een dak wat meer licht tegenhoudt dan deze glasplaten. Deze glasplaten zijn wel gekalkt, anders zouden deze planten zelfs verbranden. En de platen boven de kas zijn golfplaten. En die zijn natuurlijk wel een stukje dichter. Nou ja, ik weet niet precies waar het aan ligt, maar ik vind het wel heel erg interessant om te zien. Dus eens kijken of ik daar wat van kan leren en mijn voordeel kan doen. Gaan we verder met de cirkel zelf. Nou, de afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van opruimen en ruimte maken voor de nieuwe gewassen. Eerst dacht ik dat er niet zoveel gebeurd was, maar ik heb gisteren toch eens even het filmpje van de video van de vorige maand bekeken. En mensen, wat is de boel gegroeid? Wat is er wat veranderd? Vooral heel veel dingen verwijderd. Zoals hier, dit was een slabed. Hier heb ik alle sla hiervoor eruit gehaald en er staat nu knolvenkel. Nou, de meloenen zijn gegroeid. Ik vind het nog steeds zielige plantjes, maar als ik kijk en vergelijk met vorige maand, zijn ze toch echt wel gegroeid. Ik heb er wat kruiden bij ingezet, rozemarijn. En daar komt nog een tijm. Ik had daar naast de kast tijm staan. Alleen
stond hij naast citroenmelissen. En citroenmelissen is een muntachtige, of die zit in de muntfamilie. En die heeft dus eigenlijk ook dezelfde eigenschappen als munt. Het breidt zich enorm uit. En de tijm heeft het in het gevecht met de melissen verloren. En het enige wat nog over is, was een hoopje bruine takken. Ja, jammer. Maar gelukkig heb ik een nieuwe. Dus die groeit snel genoeg weer uit. En die krijgt nu een heel mooi plekje voor zichzelf. Waar die gewoon goed kan uitdijen. Sowieso, ons plan voor het komende jaar of de komende jaren is om van dit binnengebeuren, deze cirkel met de taartpunten, een vaste plantentuin te maken. Dus met veel bessenstruiken, asperges, kruiden, dat soort dingen. En ook andere planten, zoals daar staat eeuwig moest. Het is een vaste koolsoort. Die komt ieder jaar weer, of jaren achter elkaar weer. Waar je dus ieder jaar gewoon weer kool van kunt halen. Dus dit binnengebeuren wordt dan meer vaste planten. En alle bedden die we hier nu buiten aan het creëren zijn. Die we dit jaar nog voor privégebruik hebben. En daaromheen ook. Dat worden dan de bedden waar de eenjarige gewassen komen te staan. Nou, volgende bed. De wortels en de uien die niet zo mooi opgekomen waren. Die kunnen nu ook geoogst worden. Want die zijn ook groot genoeg. En ze zijn natuurlijk gewoon lekker, ja. Het was alleen wat minder dan verwacht. Nou, hier de eeuwige moes. Hier stonden de doperwten. Die zijn allemaal geoogst en die liggen nu te drogen. Een hele mooie grote oogst. Dus we kunnen heel wat snert eten komend winter, herfst. De spruitkool doet het super. Ik ben flink aan het uitdunnen geweest qua boragen. Want die groeit zo mooi dat de koolplanten zo'n beetje in de verdrukking komen. Nou, die boerage doet gewoon super zijn werk tegen de koolvlieg. Ik heb in dit bed geen één plant verloren aan de koolvlieg. Er komt nog één golf, als ik het goed heb. In september komt er nog een nieuwe lichting koolvlieglarven. Dus ze blijven gewoon nog even een poosje staan. En de eerste spruitjes komen erin. Als je daar kijkt, in de oksels, daar komen allemaal nieuwe spruitjes. Leuk. Het volgende bed was ook een slabed of een bladgroentebed. Die is ook helemaal leeggehaald. Hiervoor staat wat dille wat voorzichtig opkomt. Daar hebben we misuna, bladmosterd, wortels. Omdat de andere bedden wat tegenvielen qua opkomst. Dit komt dus weer super goed op. Dat heb ik waarschijnlijk te dik gezaaid. Helaas. En daarachter nog wat rode bieten die nog een plekje moesten. Oh ja, en helemaal achteraan. Daar staat een rijtje. Zal ik er even naartoe lopen. Dat is een vaste spinaziesoort. Ik ben even een naam kwijt. Maar het is een spinazie die ook ieder jaar weer terugkomt. Dus ik heb even een klein rijtje gezaaid om te kijken of het wat voor ons is. De rode bieten doen het gewoon super. Worden bijna al te dik om te oogsten. Dus ze moeten even flink uitgedund worden. Wat in principe natuurlijk geen probleem is. Want die gaan we gewoon opeten. Maar die doen het gewoon super mooi. De volgende stonden de aardappelen. Daar heb ik het loof van verwijderd. Want met al die regen van de afgelopen periode. Wil niet zeggen dat we te veel regen hebben gehad. Want we hebben nog steeds een tekort. En het mag echt nog wel regenen. Maar ik ben aan de andere kant wel heel blij dat het dit weekend gewoon even weer mooi weer wordt. Dat de planten goed kunnen opdrogen. Want ik begin toch echt wel de effecten van een lange natte periode te merken. En vooral hier in de aardappelen. Dit waren vroege aardappelen. Die zijn gewoon niet Phytophthora bestendig. Bladschimmelziekte, aardappelziekte bestendig. En dus ik heb het loof verwijderd. De aardappelen zijn klaar. Alleen om te voorkomen dat die schimmel in de knol trekt. Waardoor die gewoon niet meer eetbaar is. Heb ik het loof verwijderd. Zodat de restanten van de planten mooi kunnen opdrogen en de knollen nog even een poosje bewaard kunnen blijven in de grond. Nou, de tuinbonen hebben we voor een groot deel te verwijderd. Ik laat nog een restje staan wat nog niet zo dik is als die voorste. Die voorste werden gewoon zo dik en dan worden ze minder lekker, want de vliesjes om de tuinbonen worden dan gewoon te dik. En je kunt ze dubbel doppen, maar dat is zoveel werk.
dat ik er toch maar voor gekozen heb om ze er gedeeltelijk uit te halen. En wat er nu nog staat, gaan we of gebruiken voor zaden voor volgend jaar of kan nog geoogst worden. Nou, het volgende bed was het bed waar begin dit jaar spitskolen stonden. Hier hebben we ook eeuwig moes ingezet. En er staat nog een restje borage wat ook nog uitgedund moet worden. En aan de andere kant van het bed staat palmkool, wat al heel mooi begint te groeien. Daar staat venkel, knolvenkel, ook uitgeplant. Daar staat nog een klein restje Nieuw-Zeelandse spinazie. Nou, hier de snijbiet. En we hebben er wat sla omheen gezet. Uitgeplant. Zodat dat ook weer mooi kan groeien. Dit bed met de wortels en de uien begint nu op een slagveld te lijken. Want alle uien gaan plat liggen. Die zijn klaar om echt eruit gehaald te worden. Dus ik denk dat ik dat in de loop van komende week of die week daarna maar eens even allemaal ga uithalen en te drogen hang. De wortelen kunnen nog gewoon een poosje zitten totdat ze geoogst worden. En dan de volgende, de peultjes. De peultjes bloeiden amper meer. Ze zijn flink gegroeid. Ze doen het supergoed. We hebben er kilo's peultjes van afgehaald. Alleen op een gegeven moment bloeide ze niet meer. Dacht ik, prima. Wat er nu nog aan zit, dat laten we groeien. En dat gaan we dan gebruiken voor zaden. Maar toen kwam de warmte weer een beetje terug. In combinatie met de regen. En toen ging die weer bloeien. Dus we hebben nog een extra oogst, een tweede oogst. Voelt ook wel heel mooi. Verderop, even denken hoor, in dit bed hebben we nog wat zonnebloemen staan. En hier hebben we snijbonen staan. Nou, die snijbonen staan mooi in bloei. Een mooie volle stokken. En de eerste snijbootjes zitten eraan. Jippie. Nou, als we hier toch zijn, pak ik even gelijk de binnencirkel erbij. Die staat gewoon mooi vol. De rabarberplanten nemen het hele bed over. Nou ja, er staan nog een paar aardappelplanten wat opslag was van vorig jaar. De aardbeien. Sommige planten beginnen weer met een tweede bloei. Ze zijn wel allemaal uitlopers aan het maken. Nou, dat is goed, want we willen volgend jaar toch de aardbeienbedden uitbreiden. Maar als je kijkt naar hier, daar staat nog een jonge zwarte bessenplant. Die moet waarschijnlijk toch wel ontzet worden, want die heeft het moeilijk tussen al die rabarberplanten, want die worden vrij hoog. Gaan we verder naar het volgende bed. Hier stond spinazie en mosterd. Ik heb de spinazie er allemaal uitgehaald. Het mosterdzaad voor het grootste gedeelte. Wat hier nog zit is nog niet helemaal uitgebloeid. Dus dat mag nog even blijven zitten. En dan wordt dat ook gedroogd. Nou, het bed daarna. De gele troskomkommers en wat courgettes. Nou, dit zijn jonge courgetteplanten. Die moeten nog groeien. Ik denk dat die over 2 weken de eerste bloemen beginnen te produceren. De troskomkommers doen het. Mooi. En de eerste komkommer zit eraan. Daar. Nee. Kunnen jullie het zien? Nee. Ja, daar. Kijk. De eerste komkommer. De preien en de winterwortels. De winterwortels zijn toch nog redelijk opgekomen en beginnen het bed ook een beetje uit te vullen. Ze hebben mooi de ruimte. Ze zijn niet te dicht op elkaar gezaaid. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Er zijn nog een paar nieuwe zaailingen. Dat is van die laatste keer, wat ik de vorige keer al vertelde, dat ik de winterwortels toch nagezaaid had. Maar 2 weken daarna dat er toch nog weer zaden begonnen te kiemen. Dat was dus inderdaad van de oorspronkelijke zaden die ik gezaaid had. Want nu beginnen er alsnog worteltjes te kiemen. En dat is dus van de laatste keer dat ik ze gezaaid heb. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik denk dat er wel genoeg ruimte tussen zit. Dat als mocht er iets in het gedrang komen, dan kunnen we gewoon alvast vervroegd oogsten. Het volgende bed. Bonen. Stokslabonen en stamslabonen.
De stokslabonen staan mooi in bloei. Eigenlijk net vanaf deze week. Kijk, dat is dan wel jammer. Dit is... Er zijn al wel wat beschadigingen. Ze zien er niet zo gezond uit als ik zou willen. De stamslabonen wel. Hier hebben we ook al kilo's bonen van geoogst. Alleen door al die regen van de afgelopen periode beginnen er al wel wat bladeren te rotten in de plant. Dus vandaar dat ik heel blij ben dat het nu wat opdroogt. Of dat het nu wat warmer is en dat de planten ook goed kunnen opdrogen. Nou, het volgende bed, koolrabi. Het zijn grote koolrabi's, die moeten er eigenlijk al uit. Hier hebben we nog wat spitskool staan, maar die spitskolen, die hebben het gewoon zwaar, want die zijn vreselijk geteisterd door aardvlooien. Er zijn helemaal gaatjes. Dat was in het begin dat ze hier net stonden. Kijk, hier zie je eentje die er eigenlijk al wel overheen is. Dat is dan weer een voordeel van al die regen. Want de aardvlooi houdt niet zo van natte omstandigheden. Meer van droge, warme omstandigheden. Nou, ik weet niet of ze er nog overheen komen. Maar ik laat ze gewoon staan. Dus we gaan wel zien wat er van komt. En dan het volgende bed. Dat is het eetbare bloemenbed. Nou, die is enorm opgevuld. Die staat nu eigenlijk helemaal vol met korenbloemen in verschillende kleuren. Goudsbloemen, boragen. Wat hebben we nog meer? Daar Oost-Indische kers. Allemaal eetbaar. Niet allemaal even lekker. We hebben de korenbloem geprobeerd. En wij zijn er als gezin unaniem over uit dat dat niet te eten is. Bah! Viooltjes, wel lekker. Boragen, lekker. Goudsbloem en korenbloem. Nee, niet onze smaak. Oost-Indische kers trouwens wel. Niet iedereen, onze jongste, die houdt niet van pittig. En Oost-Indische kers is gewoon best wel pittig. Ja, ik vind het persoonlijk heel lekker. Volgende bed, de courgettes. Ook daar hebben we al, ik denk al een stuk of 10 courgettes van geoogst. Met z'n allen. Dus dat gaat ook gewoon heel mooi. Nou, het bietenbed, jochia bieten en gele bieten, wordt al mooi van geoogst. Vooral de combinatie tussen geel, sjochia en rode bieten vind ik leuk om daar nou ja, bijvoorbeeld in de oven te grillen. Eventueel een worteltje erbij, een huikje erbij. Heerlijk, gewoon gezellig. Dus al die kleuren op tafel, ja, daar hou ik van. Nou, in verband met kleuren hebben we hier dus paarse bonen neergezet, uitgeplant. Purple tipi is dat. Daar staat nog een bouwsel met snijbonen. Die zijn wat later dan die. Dus hier zitten nog niet echt bloemen in. En ook nog geen bonen dus. Maar dat is wel mooi. Want als die dan over zijn hoogtepunt heen is. Kan deze het overnemen. Nou, de volgende. De broccoli. De grote hoofden zijn nu meest geoogst. Alleen daar op het eind staan nog wat grote hoofden. En verder hebben we hier dan nog de zijhoofden die hierna komen. Kijk, die beginnen al bijna te bloeien. Maar dat is ook nog prima oogstbaar. Volgende bed is weer een bladgroentebed. Met mooie slatorens. Alles weer geschoten. En de snijbiet tussenin. Ja, dat is geweldig. Ik vind het mooi dat we... Dit is een regenboogvariatie. Ik weet eigenlijk niet of ik het eerder gezegd heb. Maar het is gele snijbiet. En rode snijbiet. En ik heb ergens ook nog witte. Die staat niet in dit rijtje. Maar die staat aan de andere kant. Nou, en die sla. Die begint nu zo'n beetje te bloeien. Die wordt wel gewaardeerd door de varkens. Of de kippen. Die zijn er ook blij mee. Daar hebben we nog een rijtje spinazie. Daar staan de flespompoenen. Ik weet eigenlijk niet of die al beginnen te bloeien. Volgens mij niet. Die zijn nog puur aan de groei. Nee, daar zitten nog geen bloemen in. Dus die hebben nog even tijd nodig. Nou, volgende bed. Pastinaak en prei. Wordt mooi groot. Ja, niet de opkomst die ik had verwacht. Maar ook hier begint nu nog weer wat te kiemen. Wat ik nagezaaid heb. Dus ik ben benieuwd of die nog genoeg tijd hebben om echt mooie wortelen te produceren. We gaan het zien. Bonenbed. De
sugarsnap erwten. Die doen het ook goed. Steunen is een beetje lastig. Ik denk dat ik hier toch een vastnet bij had moeten zetten. Want de draden worden eigenlijk wat losser door het gewicht van al die peulen erop. Tuinbonen stonden hier. Daar in dit rijtje. Die heb ik eruit gehaald. Die waren klaar. Bij wijze van proef heb ik een paar dikke tuinbonen er gelijk weer ingezet. Die eigenlijk te dik zijn om te eten. Eens kijken of dat ook opkomt. We gaan het zien. Nou, volgende bed was het kolen, mijn raapjesbed aanvankelijk. Hier heb je de wildkraut. Die zijn mooi bijgekomen van hun van de duivenvraat. Dus dat is mooi. Nou, de palmkolen doen het goed. Er staan nog een paar meiraapjes in. Maar die zijn nu zo dik dat ze eigenlijk niet lekker meer zijn om te eten. Die gaan naar de varkens. De varkens zijn daar heel blij mee. Want die, nou, ze vechten er nog net niet om. Maar als eentje een meiraap bemachtigd heeft, is het een heel duidelijk afblijven. Deze is van mij. En hier hebben we spaghetti pompoenen. Die doen het ook heel mooi. Daar hebben we gisteren de eerste van gegeten. Ze zijn nog niet helemaal rijp. Of eigenlijk nog helemaal niet rijp. Het zijn nog jonge pompoenen. Maar ja, eigenlijk is dat net als... hoe heet dat? Courgettes. Courgettes zijn ook onrijpe pompoenen die je eet. Maar hij was lekker. Hij is lekker fris. Nou, het laatste bed wat nog beplant is. Er staat ook knolvenkel wat uitgeplant is. Hier staan nog wortelen. Dit zijn regenboogwortelen. Regenboogmix wortelen. Dus rood, wit, geel en oranje wortelen. En hier staan ook nog wat wortelen samen met preien ertussen. Nou, dit bed is nog leeg. Daar komen nog wat pompoenensoorten. Een gemixte soort die sowieso zowel voor consumptie zijn als voor de sier. Het zijn gewoon hele mooie pompoenen. En dan de bedden rondom. Hier staan nog wat bieten die we uitgeplant hebben. Hier zijn heel veel bietjes opgegeten en uitgetrokken. Of zo ver afgekoud dat ze niet meer verder gingen. Dus ja, waarschijnlijk duiven of mussen. Ik weet het niet. We hebben momenteel heel veel mussen op het erf. En die mussen zitten ook veel in de tuin. Kwam ik achter en die... kunnen ook een aandeel hierin gehad hebben. Nou, daarnaast hebben we nog twee nieuwe bedden gemaakt. Hier broccoli, wat ik nog had staan, wat uitgeplant is. Maar wat ook ontzettend geteisterd wordt door de aardflow. Of is geteisterd. En door de duiven. Dus ik ben heel benieuwd wat hiervan komt. En dan hebben we hier rondom ook nog andijvie uitgeplant. Nou, die doen het gelukkig wel goed. En dit bed, hier staat nog niks. Dan moet ik, daar komt waarschijnlijk sla te staan. En dan hier hebben we rode boerenkool. Even kijken hoor, welke goed te zien is. Kijk, dit is een rode boerenkool. Dus eigenlijk gewoon net als groene, alleen een mooie variatie van kleur. En we hebben ook hier weer lijntjes overgezet tegen de duiven. Zodat we van het winter toch ook nog een beetje oogst hebben. Nou, komende maand, als het niet te warm is. Ik denk dat ik even een maandje oversla. Gaan we dit nog verder maken. Komen hier ook nog weer bedden. En als we dan verderop, even kijken waar daar komen. Dus nog twee bedden tussen. En dan in dit bed hebben we nog spaghetti pompoen staan. Nou, die doet het net zo goed als die andere. Ook hier zijn al een paar pompoenen van geoogst. Jong, maar toch nog prima, of toch al prima te eten. Hier staat nog wat Nieuw-Zeelandse spinazie. Nou, de blauwe bes. Nog een blauwe bes. Honingbes. Oh, dat is niet waar trouwens. Dit is ook een honingbes. Honingbes, maar die zijn er allemaal al afgegeten door onze kinderen. Voordat ze rijp waren. Dit is nog een blauwe bes. Kruisbes, daar is al van geoogst. Frambozen en aardbeien. Nou, frambozen, die kunnen we dagelijks van eten. Zelfs zoveel dat we soms wel een dag overslaan. Dan denken we van nou, het is nou wel even klaar.
een grote, hoe heet zo'n ding? Zonnebloem. En hier staan nog wat palmkolen. En dat is mijn opkweekbed. Ja, behalve dan die wortelen. Daar zijn regenboogwortelen. Slaapplanten. Boerenkool. Heel veel. Beetje te veel. Maar ik was een beetje gefrustreerd dat die zo slecht opkwamen. Dus heb ik 2 rijen heel dik gezaaid. Nou ja, dit is het resultaat. Ik heb heel veel boerenkool. En er staat nog wat koolrabiplanten. Dus ik kan nog even vooruit met de uitplant van... Voor de herfsttuin, herfstwintertuin. Nou, de rucola is een mooie wildernis nu. En de aardbeien daar, alleen de doordragende aardbeien bloeien nog. Paprika's doen het mooi. Oh, dat kunnen we ook nog even kijken. Ze staan goed in bloei. De camera pakt het niet zo heel goed op. Maar daar zie je een bloemetje. En daar zie je het eerste begin van de paprika. Nou, pakken we nog even onze privétuin. Oh, dit nog. Hier staan de spruitkolen. Zoals je kunt zien hebben de lijntjes tegen de duiven heel goed geholpen. Ze zijn mooi gegroeid. Ook geen uitval vanwege koolvliegen of wat dan ook. Heel blij mee. En nu mogen ze groeien. Oh, ik zie dat ik daar een enorme brandnetel heb. Die zal ik vandaag ook eens even weghalen. Daar krijg ik spijt van als ik die niet weghaal. De kindertuintjes worden een beetje vergeten. De grootste oogsten zijn eruit. Dus het wordt nu eigenlijk wel een soort van wildernis. Nou ja, prima. Ik ben blij dat we met compost werken. En dat onkruid geen groot probleem vormt als het een poosje vergeten wordt. Nou, hier stonden aardappelen. Daar stonden de vroege, die hebben we eruit gehaald, ook vanwege de Phytophthora. En daar hebben we boerenkool in uitgeplant, ook weer met lijntjes tegen de duiven. En hier stonden de middellate aardappelen, daar hebben we het loof van afgehaald, zodat ze nog even kunnen blijven zitten. En ook de planten weer mooi kunnen afdrogen. Vandaar dat we de stro ook een beetje aan de kant hebben gehad, want het blijft echt heel mooi. Vochtig onder het stro. Nou, hier hebben we de droogbonen. De witte krombek. Die bloeien mooi. Zitten nog niet echt boontjes in. Maar dat geeft ook niet. Die hier plukken we toch niet van. Deze laten we net zo lang zitten. Totdat ze helemaal klaar zijn. En beginnen op te drogen. Af te sterven. En dan gaan we ze gewoon in één keer allemaal oogsten. En het gaat ons toch om de boon zelf. Dus niet om de peul, maar om de boon. Dit is een heel makkelijk gewas voor ons. Zet het erin en aan het eind van het seizoen dan haal je het eruit. En tussentijd kun je het gewoon mooi vergeten. De late aardappelen doen het super. Dit waren de aardappelen die vorig jaar zoveel last hadden van Colorado-kevers. Nou, dit jaar was het heerlijk qua Colorado-kevers, omdat we er amper last van hadden. Daar ben ik heel blij mee. Augurken zijn enorm gegroeid. Dat was ik vooral verbaasd over toen ik keek naar het filmpje van vorige maand. Toen waren het nog een paar zielige plantjes en nu is hij helemaal vol. En hebben we gewoon al meerdere potjes met augurken ingemaakt. En we kunnen zelfs, omdat het zo vroeg is dit jaar, volgende week de eerste augurken al eten. Omdat ze waarschijnlijk al op smaak zijn. Nou, hier nog wat aardappelen, het verzamelbed. Deze, hier staan ook weer van die middellate aardappelen tussen. Die hebben minder last van aardappelziekte dan die andere. Maar waarschijnlijk omdat deze wat ruimer staan. Wat meer wind door de plant kunnen krijgen. Waardoor de plant beter afdroogt tussendoor. Daar hebben we nog... bonen staan, stokbonen, dat zijn stoksnijbonen, dat zijn stokslabonen, die zijn als allerlaatst uitgeplant, dus vandaar dat ze ook gewoon nog wat achter liggen. Nou, dat hebben we bewust gedaan in verband met de spreiding van de oogst, dat je niet alles tegelijk hebt, maar dat je gewoon mooi over het hele jaar verspreid verse bonen hebt.
Nou, deze ook. Dit zijn ook stokslabonen. En de mais. Nou, zoals ik vorige keer al zei, is er heel veel afgeknaagd door de ritnaalden. Maar toch, ondanks dat, hebben we nog vrij veel over. Vooral aan deze kant. Hier is de opkomst of de opbrengst aardig beter dan aan het begin. De pompoenen zijn mooi gegroeid. Zitten nu de eerste bloemen in, nog geen pompoenen. Maar dat zal niet lang meer duren. Dit zijn oranje pompoenen, de Solor. Dus een kleine eetbare pompoen. En dit zijn de droogbonen voor stampot. Droge bonen, wat ze hier in de buurt veel eten. Ja, ik ben er persoonlijk niet zo gek op. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die het wel heel lekker vinden. Dus, voor hun. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij gaan nu genieten van de vakantie. En als jullie al vakantie hebben of als jullie nog vakantie krijgen, willen we jullie ook allemaal een hele fijne vakantie toewensen. En we hopen jullie snel weer te zien. Doei!